Radio presenteert Keur in de Middag. Zo is het ook. Lekker door tot 3 uur, mensen. Met tot 14:15 in ieder geval Frank Evenblij hier in de show. En Erik Dijkstra, die doet sport, maar dat komt omdat hij dat samen met mij doet, bureau sport. Dat maakt het natuurlijk leuk. Ja, precies. Ja, zijn vrouw werkt bij NH, toch? Ja, vriendin, hè, is niet getrouwd. Oh, sorry, zijn vriendin. Nee, dat is een raasje in die wereld. En ik vind het ook ontzettend jammer dat ik nu dat ik niet sportief ben, hoor. Want ik had het wel graag geweest. Maar zwemmen zou je bijvoorbeeld... Maar ik zeg niet dat ik nooit in het zwembad lig. Als welk zwembad is dat? Het leeg waterbad, ken je het? Leeg waterbad. Ja. Bestaat dat echt, ja? Ja, zeker. Meen je niet? Ja. Morgen is het dan zover. Dan hebben we natuurlijk PSV Ajax. Ja. PSV maakt kans op de schaal. Ja. Moeten ze wel winnen, natuurlijk. Moeten ze winnen, ja. Ben je bij vroeger scheidsrechter geweest? Ja. Op school. Ik heb het al eens eerder verteld. Ik werd uitgelachen. Ik was het lulletje van de klas. Ja. Het is wel pijnlijk om dat te vertellen van de mensen thuis. Toen dacht ik van, nou, als ik nou scheidsrechter word, dan kan ik leuk meedoen. En ik ben naar het sportnood gekozen. En dat trok me inderdaad wel aan. Scheidsrechter, gewoon 22 mannen en een fluit in je mond. Ja. Nou, ik denk, ja hoor, dat is het. Dat willen mensen. Dat willen de mensen. Harry Vrenten. Herman Brood. Zonder dat je het in de gaten hebt, heb je meer vrienden. Als je wint, dat is bepaald waar, mensen. 14:50 op die dikke. Goed dat je luistert naar NH Radio. Frank Evenblij. Frank, net te lang, hè? Frank, net te lang. Ja, dat hoor ik niet vaak, hè? Maar is radio voor jou leuker dan tv? Nee, ik vind televisie in basis leuker. Waarom? Maar ik vind radio... Ja, dat weet ik niet. Dat impact. Is gewoon, ook omdat het namelijk heel leuk is om, naar gezichten te kijken. We komen er weer aan. Nou, dat is Bassie en Adriaan natuurlijk. Jeugdsentiment. En jij schijnt dat. Ik heb het nooit gehoord. Goed na te kunnen doen. Ja, dat klopt. Nou, mag ik daar eens een klein stukje van horen? Nee, dat mag niet. 3, 2, 1... Attentiewaarde is dit, hè? Nee, weet je wat het is? Waarom niet? Eddie, ik mag het niet meer nadoen. Van wie? Van Bassie niet. Ach, fuck hem. Wat kan jij dat schrijven? Nee, Bassie haat Frank. Bassie haat mij ook. Ja. Ik kan toch gewoon even een leuk stukje voordoen. Dit hoort hij niet. Zeg, oude kanalenveger, ga je nou een beetje moeilijk tegen mij zitten doen? Dan heb ik allemaal geen drinken, ja? Ja, dat is wel goed. Zo. NH Radio. Daar zijn we weer voor deze zaterdag met het laatste uur alweer. Keur in de middag. Zo is het. Eddie Keur. Hartstikke idee. Vinden wij Frank Evenblij een leuke gast? Ja! Goedemiddag! Goedemiddag, vrienden! NH Radio! Nou, daar zijn we weer! Met Thomas en Eline! Welkom bij de show! En niet te vergeten Frank Evenblij. Die is nog nooit zo blij geweest, want hij zei het even tijdens het draaien van de commercials. Niet op radio vertellen, maar dit is wel van alle tv- en radioproducties waar ik geweest ben, het allerleukste waar ik ooit geweest ben. Ja, absoluut. Dat vinden we toch een leuk compliment. Daar wij ook in dezelfde maand geboren zijn, jij iets eerder in de maand en ook een aantal jaar daarvoor, want jij wordt dit jaar 50. Ja, hoi. Pink kassa. Nee, jij bent van begin oktober, hè? Ja, 14 oktober. Dat maakt jou een weegschaal. Ja. Ben jij een beetje ambivalent figuur? Nee. Totaal niet. Nee, maar ik geloof ook helemaal niet in horoscopen. Oh. En als je het dan al doet, dan geloof ik dat je niet je gedraagt als je horoscoop, maar als je ascendant. En mijn ascendant is kreeft. Aha, dus kijk, je gelooft uit. Niet. En maar omdat het je beter uitkomt, ben je kreeft. Ja. Zou je het leuk vinden om nu even een spelletje te doen? Ja hoor. Geen ja, geen nee. En geen stiltes langer dan 3 seconden. Frank Evenblij, je hebt ook je eigen tv-productiemaatschappij. Zit ik nu al in de quiz? Zeker. Ja, ja, dat is één. Ga door. Van wie kwam dat initiatief? Van jou? Van mezelf. Oh ja? En anderen. Produceer je al? Ook wat verschillende programma's. Noem maar eens één. Zandtovenaar, Kinderen voor Kinderen. Waar gaat dat over, die eerste? Over zand. Ja? En over toveren. Wanneer was je voor het laatst romantisch? Gisteravond. Vertel. Ik zat alleen thuis. Nee, dat ben je toch niet romantisch? Nee, dat was ook een grapje. Ja, wou net zeggen. Nee, ook gelijk. Dat is mooi. Ja, het is toch lastig dat je denkt, hè? Ja. Oh, ja. Maar het is wel een hele oude foto van jou ook. Dus hij werd wel toen nou, ik weet niet hoe het met jou gaat. Hij is van de zomer gemaakt. Echt waar? Nou, dan zat er een kleurspoeletje in. Ja. Ik vond je een topgast. Dankjewel. Frank Evenblij.